Breda Nu. Je weet het meteen. De zomerprogrammering bij Breda Nu loopt op zijn einde. En dat betekent ook dat we toe zijn aan de laatste aflevering van de Bredase Wereldkeuken. We hebben 6 afleveringen gemaakt. En in deze laatste aflevering, de 7e, laten we nog een compilatie zien van die 6 afleveringen. Ja, we waren de afgelopen periode te gast bij ons. Irene Nachtzaam, je bent coördinator hier bij ons. Vertel nog eventjes aan onze kijkers wat ons precies is in Geren. Ons en het programma De Wereldkeuken. We hebben hier een wijkrestaurant in Geren-Zuid. En daarbij ook nog een wellness, een kledingwinkel, taallessen en van alles in het buurthuis. Maar dit programma ging echt over De Wereldkeuken. En ik denk dat we inmiddels 6 nationaliteiten, verschillende nationaliteiten, ja, hebben gehad. Ja. Nou, het mooiste verhaal van reacties vond ik eigenlijk. Ik werd op een gegeven moment gebeld door de VVV Breda. En die hadden gekeken en ook mensen uit Breda hadden het gezien. En toen werd ik op een gegeven moment thuis gebeld. Zo van, waar zit dat restaurant en kunnen we daar ook gewoon gaan eten? Nou, het was net in de periode dat jullie dicht waren. Maar normaal gesproken kunnen mensen hier altijd aanschuiven, hè? Ja, elke dag is eten, elke dag een menu uit een ander land voor €4, 2 gangen. Nou, dus, waar heb je dat nog, hè? In Breda, nergens anders. En behalve een restaurant is het nog veel meer, hè? Het is inderdaad veel meer. En nog even terug te komen op de gasten van jullie programma. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk gesproken hoe mensen het vonden na de eerste opname met de Somalische dames die in een vlag van kwamen, de mensen die zo trots zijn op hun land van herkomst. Dus in de lijn van de programma's viel me dat wel op, hoe trots zij zijn op hun eten. Ja, dat straalt iedereen wel uit. Ja, ja. Ik wil jou in ieder geval namens Breda Nu bedanken voor de gastvrijheid die wij hier ondervonden hebben. We vonden het heel erg leuk om steeds hier naartoe te komen. Ik vond het zo leuk. Ja. Dus wie weet, volgende zomer weer, hè, dat we er weer zijn met de Bredase Wereldkeuken. Weer nieuwe nationaliteiten. Ja, natuurlijk. Met nieuwe nationaliteiten. En vandaag laten we nog een compilatie zien. En jij zei het net al, de eerste aflevering stond in het teken van Somalië. Ja, nou zijn ze bezig met het gerecht. En ik voel me nu al een klein beetje schuldig, want ik heb hier dan wel een glaasje water staan. Ja, het is Ramadan als we dit aan het opnemen zijn. Ja, we hebben het daar zojuist al over gehad. Jij mag niks eten of niks drinken, hè? Ja, dat klopt. Maar goed, je hebt daar verder geen problemen mee. Nee, geen probleem. Nee. We hebben dat in het gesprek in de keuken eigenlijk ook al een beetje over gehad. De taal is moeilijk, hè? De op één na moeilijkste taal hoorde ik van jou. Hè? Het Chinees is dan nog wat moeilijker. Uitdrukkingen, dat is geloof ik wel. Dat is een heel, heel moeilijk begrip, hè? Ja, en ook woord van Nederland is echt. Kijk, als één woord zegt, dan die woorden 4 of 5 betekenissen. Oh ja. Dat is echt heel moeilijk. Ja. Dan, maar goed, omdat je inmiddels zo lang hier bent, hè, iedere keer pik je natuurlijk weer wat op, hè? Nog steeds moeilijk voor mij ook. Ja. Heb je nu nog vaak contact met mensen uit Somalië? En dat bedoel ik dus in je eigen buurt. Thuisland? Nee, niet hier in de buurt, maar in je thuisland? Jawel. Ja? Ja. Mijn moeder en mijn vader. Ja? Ja, en mijn broer en mijn zus is daar nog. Ja. Ja. En hoe gaat het met hun? Met de telefoon. Oh ja, nee, ja. Ja. Via Skype of zo? Skype, Fiber. Ja. En gaat het goed met hun? Ja, gaat het wel goed. Ja. Ja. Gewend. Ja. Ja. Ja, 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 ja. We zijn gewend. Ze zijn gewend natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Zijn ze ooit hier een keer geweest? Nee. We willen ook niet. Dat willen ze ook niet. Nee. Ja, ik zie zo'n beetje dat de maaltijd ver klaar is. Dus nou, we zijn. Ik ben dan benieuwd
Kijk. Hallo. Zo, komt Hani aan met de borden en het bestek. Ja. Zo. Ja, misschien een hele vreemde vraag hoor, die ik nu stel, maar in Somalië hebben ze ook gewoon lepel... Met de hand. Mes, met de hand. We hebben wel, maar hoeft niet voor ons. Ik vind het ook niet goed voor mijzelf. Nee. Altijd ik eet met de hand. Ja? Ja. Hier eet je eigenlijk met... prima. Ja. Ja. Ja, dat, ja, dat ga ik dan... Maar iedereen moet zelf weten. Ja, iedereen moet dat zelf. Ja, dat vind ik ook iedereen altijd met dat soort, dat soort dingen. Ja. En... Het was een goede start van de Bredaanse Wereldkeuken, want dat was de eerste aflevering. De Somalische keuken en het verhaal over Somalië. Daarna de Nederlandse Antillen. Hadden we opeens drie gasten in de keuken en aan tafel. En het werd een vrolijk geheel met die drie dames. Dit is de tweede aflevering van de Bredaanse Wereldkeuken. Ja, en dan natuurlijk een heel ander gerecht en hele andere gasten die we vandaag gaan ontvangen hier bij Breda Nu. We zitten weer in ons. We zitten nu in het atelier van ons in Geren-Zuid. Nou, kleding die ze hier verkopen, wordt hier ook kleding vermaakt en gemaakt. Bruidskleding onder andere. Nou, een heleboel. Dus ik zou zeggen, kom hier ook eens een keertje gewoon kijken. Want je kunt hier gewoon binnenlopen. En vandaag mijn gast, die ga ik eventjes verwelkomen. Ik zie ze daar al aankomen. Hallo, Ad Romein. Rosien. Rosien, jij bent van de Nederlandse Antillen. Ja, ik kom uit Curaçao. Curaçao. Hallo dames. Hallo dames. Hoe is het maar de hier? Dames hebben ook nog een naam. Dit is Lady Donna, toch hè? Ja. Lady Donna, ja. Klopt. Waarom Lady Donna? Wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, is het toch mevrouw. Oh ja, of Lady. Of Lady. Oh dus, ja, ja. Nou, ik ga niet naar jouw leeftijd vragen. Ja. Nou, dat is in ieder geval nog geen Lady dus, hè? Zij is nog geen Lady. Nee, zij is nog geen... dat is Rina. Ja. Spaanstalig, hè, toch? Ja, Spaanstalig. Oké. Okay. Que tal? Muy bien? Muy bien. Ah, muy bien, oké. Okay. Ja. Van de Dominicaanse Republiek, hè? Want dat hebben we net gehoord. Met jullie op zich ook heel lang gewoond op Curaçao, hè? Toch, Rina? Rina heeft lang gewoond op Curaçao. Curaçao, ja. En ze is vanaf haar. Quanto años? 20 jaar. Con 20 años. Met. 20 jaar, hè? 20 jaar. 20 jaar op Curaçao gewoond. Met haar 20ste is op Curaçao gekomen. Ja, ja. Dus ongeveer 20, 25 jaar. Dames, wat gaan wij eten? Wel, vandaag, dat moet u aan Rosien vragen. Oh, Rosien, nou, wat gaan we eten? Vandaag gaan we echt een Curaçaose, echt een culturele Curaçaose gerecht. Ja. Ik ga zo direct die maïsmeel maken. Ja. Donna en Rine die hebben vis gebakken en bakbanaan. Mm-hmm. Donna heeft de jus gemaakt. En ik begrijp van Donna dat Ad gaat zo de avocado snijden. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Avocado krijg je altijd bij ons in de keuken. Ja. Iedere gerecht die we maken, leggen we avocado bij. Ja. Want het geeft de eten een lekkere smaak. Ja, ja. Nou, dan gaan we kunnen we dat hier doen? Want dan is het ook nog een beetje te zien voor onze cameramensen. Zo, ja. Ik zal... Jawel. Nee, een beetje. Hij moet het doen. Ja, maar okay. ik Donna, die ga jou uitleg geven. Nee. Zo? Wat dan? Snij je net als je een moet die appel. Balletje in je hand. Dat kan ik helemaal niet goed. Je moet de balletje in je hand houden. Ja. ik ben heel onhandig hoor. En dan hier bij het begin. Je moet het snijden net als een peer of een appel. Juist. Heel voorzichtig, want dit mes is ontzettend scherp. Oh. Helemaal in het rond. Hebben we een goede vrijwilligersverzekering bij Breda Nu, zie je wel. Hij ging al bijna. Hoppakee. Dat ding moet eruit. Dat moet eruit. En hoe krijg je die eruit? Niet zo? Nee? Ik doe het altijd zo. En dan ga ik een beetje draaien. Ja. Oh, dan valt hij vanzelf uit. Dan komt hij vanzelf uit. Ja. Zo. Zo. En daarna moeten wij het een stukje snijden. Ja.
Dus een en die komt straks op de bord. Oh, ja, dat komt straks op het bord. Ja. Nee. Oh zo. Oh, ja? Ja, ja. Oké. Eén. God, wat ben je krenterig. Ja, een Hollander, hè? Ja. Hollanders zijn wij, maar in Curaçao, die zijn wat. Nee, we gaan lekker zo. Ja, kijk, ja, zo, kijk. Zie je wel? Dat is op zijn Antilliaans. Ja, dat is op zijn Antilliaans. Daar heb je tenminste wat. De Nederlandse Antillen in de tweede aflevering. Dan gaan we naar de derde aflevering toe. Dat waren een dame uit Burundi, Serafina Ibakuna. En uit Colombia hadden we Naïs Yepes. Moeilijke namen allemaal, dus daar moest ik wel iedere keer even een beetje op oefenen. Dat dat een beetje vlot eruit kwam in de uitzending. En die gingen empanadas maken. Dat was een soort, dat moest ik dan vouwen, als ik het me nog goed herinner. Ik moet zelf ook eventjes terugkijken naar de beelden. Zuid-Amerika, hè? Colombia, zeg maar ter hoogte van het Panama-kanaal, om het eventjes simplistisch te zeggen. Nou. Ja, hè? Ik zeg het heel simpel nu. Ja, maar dit is altijd tussen Venezuela en Colombia, waar ze met de Panama-wijk is. Maar een beetje een beeld ervoor. Ja, exact. Jij bent nu al 32 jaar in Nederland. Lang, hè? Ja, dat is eigenlijk al lang. En hoe ben je hier in Nederland terechtgekomen? Door mijn zuster. Ah. Mijn zuster was getrouwd met een Nederlandse man in Curaçao. Ja. Maar ze was king in Barranquilla. Mm-hmm. Toen was zij een model in Barranquilla en ze was getrouwd. Ja. En toen was ze hier gekomen en ze zei, oké, mijn zuster en allemaal moeten hier komen. Ja. Weet u, het is makkelijk deze jaar. Ja. En door mijn zuster was ze hier, alle familie was hier gekomen. Ja. En dat is, ik heb drie zusters hier, allemaal wonen in Amsterdam. Ja. En ja, ik was ook in Amsterdam. Mijn kinderen was daar geworden in Amsterdam. Oh, je hebt eerst in Amsterdam gewoond? Ja. En hoe lang woon je nu inmiddels in Breda? 18 jaar. Ik ben 18 jaar hier in Breda. Ja, en waarom ben je dan naar Breda gekomen? Door mijn man. Ah. Dus van zijn werken, van de bedrijven, alles. Ze moeten hier. Het was moeilijk voor mij, dat Amsterdam, Breda. Oh, ja. Weet je, dus 18 jaar geleden. Ja. Maar nu is het mooi in Breda. Is jouw man ook Colombiaan of Nederlander? Nee, hij is Nederlander. Was Nederlander. Ja, Ja. Is hij 3 jaar overleden. Ja. 18 jaar in Breda. Ja. Hoe is het in Breda om als Colombiaanse te leven? Nou, ik eerlijk zeggen, dat voor mij is het altijd makkelijk. Ja? Ik ben nooit een vrouw van, ik mis mijn huis en dit in Colombia. Ik hou van mijn land, mm-hmm. Want ik maak recht. Alles Nederlands komt in mijn huis, altijd Zuid-Amerikaanse, Colombiaanse eten. En dat, nee, was het goed. Ja. In het begin was de taal voor mij is altijd moeilijk. Om te kijken. Ja. Toch nu, je praat niet zo goed. Ja. Het is natuurlijk toch een heel ander land, hè? Nederland of Colombia. Ja, heel anders. Ja. Heel anders. Maar ik hou van jullie mentaliteit. Ja? Ja. Hoezo? Hoezo onze mentaliteit? Omdat jullie maken allemaal recht, weet je? Jullie gaan recht, maar voor ons een beetje. Dromen, hoe zeg je dat in Nederland? Een beetje. Omheen praten? Ja, te veel. En dit. Ja. Maar ik pak de beste van Nederland en de goede van Nederland. Oh ja. Dus, en dat de combinatie is. The best of both worlds. Ja, is het. Zo, ik heb ondertussen een biertje gekregen. Werd het tijd, want ik zit hier al eventjes. Maar. Nou, we worden goed verzorgd hoor, hier bij ons. Want we hebben niet voor niks natuurlijk Irene zojuist bedankt. Mexico gaan we naartoe. Toen hadden we opeens maar één gast in de keuken staan volgens mij. Oh ja, op plaats hebben we nog eventjes wel aan tafel gaan zitten. Ja, en bij Mexico horen natuurlijk burritos. Nou, wij hebben de tortilla. Ja, de tortilla. Dus, En wat komt er dan? Oh, er komt eerst de rijst. Ja. Ja. We're gonna put a bit rice. Ja. Oh, dat is aardig wat. Dat is gewoon koude rijst, hè, neem ik aan. Koude rijst. Kan. Ik denk het een beetje beter met warm rijst. Ja, oké. Okay. Oh, deze is warm. Ja. Oh ja, voel het, ja. En dan de kip. Ja, de kip. Ja.
Ja, ik heb de handschoenen. Ja, je hebt handschoenen, dus ja, dan mag dat, hè. Ik zal er vanaf blijven. En dan... Een beetje tomaat. Een beetje tomaat, ja. Een beetje voor de gezondheid, hè. Ja. Een beetje voor de vitamine. Het is... alles is echt gezond. Ja, dus, ja. En dan, oh ja, ui. Een beetje uit. Ja. En dan sla. Sla. En dan, we are going to roll it. Ja. Wil je proberen? Ja, ik zal proberen. Ja? Zo okay. Of zo? Nee. Deze? Oh, zo. Wacht even. Ja, zo. Ja? Ja. En dan, en zo. Nou deze. Oh. But you have to keep, no. Nee. Have to roll since here to here. Oh, dan moet ik die kant op. Ja, probeer maar. Vloekt dat er niet uit? Nee. Oh. Een beetje. Een beetje. Nou? Let me try. I'm gonna show you how it's going to be. Ja. Yeah. Kijk maar. Oeps. Oh, het is wel een rotzootje zo. Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Dus, kijk. Zo, ja, en zo. Een soort envelopje van maken. Oh ja, oh, een beetje rollen zo, ja. Ja. Yeah. En? Oh ja, ja. Oh, nou, we is have, die al... We say this in Mexico. Ja. Yeah. How to know when is a burrito good roll? Ja, hoe weet je in Mexico dat een burrito goed gerold is? Ja, inderdaad. Ja? Dus, Oh, dan moet je nog eventjes... Ja, after. Ja. A little bit to give more color. Ja. Oh ja, we moeten een beetje kleuren krijgen. Oh, dat gaat heel snel, want dat ding is zeker warm. Dus, en we bestaan er nou ook nog, voor wat betreft de ingrediënten, hè, regionale verschillen. Het is in Mexico stad... Die burrito's anders dan bijvoorbeeld in Cancún of Playa del Carmen? Playa del Carmen wel, misschien Mexico, in the north of the country. Ja, ja. Also, ja. Ja, het is overal wel een klein beetje verschil af en toe. Ja, een beetje. Ja. Mis je je eigen land? Ja, ik mis mijn family. Oh, je familie? Ja. Mijn familie, my friends. Mm-hmm. The food eten niet zo... Nee? Ja, niet te veel. Nee. Ja, ik ben een kok, dus ik ben mijn eigen Mexicaans koken. Ja, dus, je kunt daar. Maar eet je nou ook wel eens gewoon Nederlands eten, hè? Van friet of boerenkool met worst en spruitjes, noem maar op. Misschien de volgende keer een burrito. Ja. Een Dutch burrito. De Dutch burrito, ja, zou kunnen. Ja, kan wel. Ja, dat is eigenlijk best een goed idee, een Dutch burrito. Ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Zeg, nou zijn we al de hele tijd hier. Eigenlijk moeten we een beetje richting tafel gaan. Zullen we nog even aan de tafel gaan zitten? Ja. Zullen we dit meenemen? Ja, of, natuurlijk wel. Ja, even een bordje. Ja, even een bordje tevoorschijn toveren. Nou, misschien ziet u onze Mexicaanse gast wel eens een keer op een foodtruck festival. De vijfde aflevering die we lieten zien van de Bredaanse Wereldkeuken. Toen hadden we een Syrische vluchtelinge, Fadia Romia. Die was al 2 jaar inmiddels in Nederland. En Bekir Sahin. Zijn ouders komen uit Turkije. Hij is hier in Nederland geboren. Alle twee werkzaam hier bij ons. En er werd toen een broodje bereid tijdens die uitzending. Aflevering dus van de Bredaanse Wereldkeuken met Bekir en Fadia. En ik praat nog eventjes door met Fadia, want je was net al aan het vertellen, bijna 3 jaar nu in Nederland. En je had in Syrië, had jij een patisserie? Nee, ik studeer in high school voor cooking. Oh, en ik wil hier ook werken en begin ik misschien een klein restaurant. Je wil zelf een restaurantje hier beginnen? Ah, ja, kijk eens aan. Ja, ik hou van koken en koekjes maken. En waar woonde je ergens in Syrië? In Hasaki is dichtbij Turkije. Ja. Ja, wij kennen het natuurlijk. In Noord Syrië. Oké. Ja. En op een gegeven moment, burgeroorlog, hè, in Syrië. Ja, de wonen in Syrië is gevaarlijk. Ja. Ja. Je snapt wel dat veel mensen het land ontvluchten. Ja. Heb je zelf ook iets
daar meegemaakt dat je dacht van nou, ik moet hier weg? Ja. Nu mijn familie ook in Syrië, mijn ouders en mijn zussen en mijn broers ook zijn in Syrië. Mm-hmm. Maar mijn familie, mijn man en mijn kinderen wonen met mij in Breda. Ja, ja. Ja. Heb je nog wel regelmatig contact met je familie in altijd, Syrië? Ja, altijd met telefoneren en met sms elke dag. Oké. Ja. Okay. En hoe gaat het nu met ze? Wat? Hoe gaat het met ze? Mijn familie. Ja, met jouw familie, hoe dat het daarmee gaat? Elke dag, ik mis voor mijn familie. Ja, dat snap ik. Hè? Ja. Ja. En ben je inmiddels wel een beetje gewend hier in Nederland? Ja. Ja? Ja. Hoe vind je Nederland? Ja, ik vind al de mensen zijn erg aardig. En mijn boeren ook zijn vriendin voor mij. Ik hou van leven in Breda. Ja? Ja, 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 ja. En ik hou van de taal leren. Van de taal leren, ja. Ja, ja. Nou ja, ik vind al wel dat je dat al goed spreekt, moet ik zeggen. Hè? Ja. Dus, we weten uit ervaring, want dat horen we eigenlijk iedere keer wel, hoe moeilijk het vaak voor buitenlanders is om Nederlands te leren. Maar ik moet leren de taal. En de Turkse cultuur is natuurlijk ook heel, heel anders dan hier in Nederland. Vertel daar eens een beetje over. Want, heel anders. Ja. Die Turkse mensen zijn heel aardig. Ja. Hun praat veel, hun maakt ook grapjes. Ja. Hetzelfde als mij. Ja. Ik ben kreeg van mijn ouders eigenlijk. Uh-huh. Maar Nederlandse mensen, ik vind het wel goed, maar moet je veel praten, moet je veel contact maken. Uh-huh. Vind je dat wij in Nederland moeilijk toegankelijk zijn? Koude mensen moeten zijn. Koude mensen, ja. We zouden wat warmbloediger moeten worden. Ja, klopt. Ja? Ja, dat vind ik mooi om te horen. Want meestal horen we steeds van ja, het is allemaal geweldig. Maar af en toe een beetje kritiek is ook niet mis. En heb je nou het idee, hè? Want nou ja, de laatste jaren is er natuurlijk wel wat veranderd in Nederland. Hè? Vooral omdat er toch veel vluchtelingen ook naar Nederland zijn gekomen. Zijn wij nou een beetje anders geworden ten opzichte dat wij anders zijn gaan kijken naar buitenlanders? Ik heb niks gezien. Nee, je hebt er niks van gemerkt of zo. Nee. Maar heel veel Nederlanders helpen wel vluchtelingen als ze hier komen. Ja. Hun krijgen werk, snap je, hun kunnen weer verder studeren. Ja. Hun krijgen kans om te hier studeren. Ja, dat is waar. Ja. Ja, inderdaad, er is wel kritiek, hè, op vluchtelingen, dat vluchtelingen hier naartoe komen. Maar er zijn ook heel veel mensen die juist wel een handje toe willen steken. En juist wel wat, helpen, wat willen doen en willen helpen. Ja, dus is ook beter, dan gaat ook economie gaat ook beter. De economie gaat beter en ja, we moeten het toch met z'n allen moeten we het doen, hè? Ja, maar iedereen moet samenwerken. Ja, 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 ja. Ja, de laatste aflevering die we opgenomen hebben hier van de Bredaanse Wereldkeuken, toen kregen we ook een biertje erbij. Want dat was rijst en kip en boontjes, dat was bereid door Ruud Mosies en ik heb met Arie Mosies toen aan tafel gezeten. In 1955 zijn ze van Sumatra naar Breda gekomen, dus dat was een heel mooi verhaal. Laten we nog eventjes kijken naar de beelden van de voor na laatste aflevering. We zijn inmiddels in de keuken beland met Arie en Ruud Mosies. Ja, met Arie had ik al eventjes ook over Breda Nu gepraat. Jij doet voornamelijk de kabelkrant, hè, waar altijd nog steeds heel veel naar gekeken wordt. Blijft toch een belangrijk medium voor de lokale omroep. En Ruud, jij bent cameraman bij Breda Nu. Ja. En montage. En montage. Je hebt onder andere over het station heb jij ook veel items gemaakt, hè? Ja. En wij zijn samen nog een keertje op pad geweest met de historische kilometer, weet ik wel. Klopt. Ja, ja. Doe je dat al lang, camerawerk? Camerawerk doe ik al heel erg lang, mm-hmm. maar echt voor de omroep een jaar terug, 7 denk ik. Mm-hmm. En Arie, jij doet al heel lang, dat weet ik zeker, heel erg lang, de kabelkrant verzorgen. Ja, ik heb zo'n 13 jaar bij StadsTV de kabelkrant bestuurd. Ja. En nu zo'n bijna 3 jaar bij de Breda Nu. Hm. Ja. Is dat anders, of dat je dat voor StadsTV deed
of voor Breda Nu, of is het systeem gewoon hetzelfde? We hebben nu bij Breda Nu een ander systeem als bij Stadstv. En dat was in het begin wel eventjes vreemd, maar ja. Alles wint. Ja, ja. Maar hoe zijn jullie nu als twee broers, alle twee bij de lokale omroepen terechtgekomen? Ik was als eerste. Ja? Ik ging de FUT in. En toen dacht ik, god, ik moet mijn dag wel een beetje vullen. Mm-hmm. Heb ik me aangemeld bij StadsTV voor 4 uurtjes in de week. Yeah. En van 4 uurtjes werd het gewoon 7 dagen, 24 uur. Ja, ja, dus gewoon een 40-uurige werkweek. Ja, ja. Ja, ja. En zo is bij jou ook een beetje gegaan, Ruud? Nou, hij vroeg me een keer in de auto, we reden naar een optreden van hem. Ja. En vroeg hij van, wil jij bij ons hoofd TV worden? Hoofd TV. Hij zei, daar is niks aan. Hij zei, gewoon wat filmpjes bekijken of ze wel uitzendbaar zijn. Ja, ja. Ik zei, nou, ik ga zo dadelijk de FUT in. Met mijn 57,5 mocht ik de FUT in. Ik zeg, maar ik ga het eerste anderhalf jaar ga ik niks doen. Ga ik niks doen. Nee. Ik zeg, en daarna dan kom dan nog maar eens een keer langs. In die anderhalf jaar heb ik dus kookles genomen. En sindsdien kook ik dus Indisch. Ja, ja, ja. En jullie zijn allemaal dus ook in Breda blijven wonen, uiteindelijk? Ja. Ja, ja, ik wilde nooit weg van Breda. Nee. Nee. Want wat is er dan zo leuk aan Breda? Wat vind jij nou zo leuk aan Breda, zo bijzonder aan Breda? Nou, toen ik hier pas kwam, kijk, wij zijn helemaal Nederlands opgevoed. Mm-hmm. Ik heb op Nederlandse school gezeten en nou, thuis spraken we Nederlands. En nou, dan kom je hier. En dan in die tijd spraken ze nog veel dialect. Ja. Nou, dat vond ik geweldig. Ja, ja. Dat vond ik zo. Maar ik moest wel wennen. Hè? Kon je het verstaan? Nou, in het begin. In Bredals. Ja, in het begin was het natuurlijk moeilijk, want ze hebben over pekaans. Ja, pekaans. Ja. Dus ik denk. Wat zei Ja, ik denk, wat zou dat zijn? En ook het groeten houdoe. Oh ja, houdoe. Weet wel? Ja. En dan denk ik. Ja, zou dat van how do you do? Oh ja, how do you do? Ja. Maar dat klopt niet, want als ze soms binnenkomen, zeggen ze al how do. Ja, dus ja, ik denk, dat klopt. Ja, nee, dat nee, klopt. Nee, maar nee. Ja, gaandeweg, je kreeg je toch wel in de gaten hoe het allemaal zat. Een leuke anekdote was, ja. Ik heb ook familie in Sundert wonen. En toen ging ik met mijn neefjes daar aardbeien plukken. En ik was net in Nederland en op een gegeven moment kwam die boer naar me toe en hij had steeds over een deur. Dus ik riep mijn neef bij. Ik zeg, hij heeft steeds over een deur, maar ik zie hier op het aardappelveld helemaal geen deur. Nee, nee. Hij zegt, nee, je bent te langzaam, je moet doorgaan. Oh. De zomer van 2016 is voorbij en dat betekent ook dat de Bredaanse wereldkeuken voorbij is. Want in het nieuwe seizoen vanaf oktober dan gaat het programma Smaakmakers met Marieke weer beginnen vanuit de ISPC Hanos. Eerste gast is dan Willem Buts. En wie weet zijn wij er volgend jaar zomer weer met een nieuwe aflevering van de Bredaanse wereldkeuken. En Willem Buts is overigens van de singelloop in Breda. Ik bedank u namens het hele team voor het kijken. Ik hoop dat u een beetje een beeld gekregen heeft van welke mensen er allemaal leven in Breda en hoe dat ze hier in de Baroniestad terecht zijn gekomen. De verhalen die we gehoord hebben, de gerechten die ze bereid hebben. Het was wat dat betreft een heel afwisselend programma. Maar dat zal straks met Smaakmakers ook weer zo zijn. Nogmaals, bedankt voor het kijken en wie weet, tot volgende zomer.